Zandvoort Sport nabeschouwing. Een mooie introductie van Luc Stierenman. Wijnand, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, warm weer om te hockeyen. Jullie speelden 3-3 tegen VVV. Is dat een juiste afspiegeling geweest van vanmiddag? Ja, als je al met al kijkt, is dat wel een echte uitslag geweest. Dus het komt twee kanten op. We stonden achter, twee keer voorgestaan, uiteindelijk gelijk. Warme omstandigheden voor de dames, dat was echt wel heel pittig. Maar ze hebben we hebben een goede pot neergezet. Ja, want de weersomstandigheden zorgen altijd voor een extra tegenstander, zeg ik altijd. Maar alles zat er inderdaad in. Je hebt achtergestaan, voorgestaan, uiteindelijk eindig je gelijk. Zijn er momenten geweest dat je dacht van nou, nu moeten we de pot naar ons toe trekken? We kwamen snel 1-0 af. Snel 1-0 voor. Dat was heel mooi. Dus ik dacht, nou, dit was mooi. Het gaat een goede pot worden voor ons. Mm-hmm. Toen eigenlijk maakten we twee slordige fouten eigenlijk wel. En toen werd het snel weer het 1-2. Gelukkig snel weer 2-2 maken. In de tweede helft scoren de 3-2. En ik denk, er zit 8 minuten voor tijd, scoren zij de 3-3. Een hele mooie goal wat zij maken. Daar gaf het eigenlijk een beetje in weg. Het was niet nodig. Ja. Dus dat was jammer. Ja, nee, maar je zegt al, we geven het daar weg. Zijn er tussentijds dan kansen geweest om de 4-2 te maken? Die waren er zeker wel aanwezig. Dat ging net niet goed. Een van de dames die kreeg een kans en we moesten veel nadenken. Ik zeg altijd, initiëren moet je niet nadenken, moet je doen. Ja. Maar ze kreeg zoveel tijd dat ze dacht van, wat gebeurt me nou in één keer? Ze schrok eigenlijk ervan. Mm-hmm. Ja, daardoor ging het gewoon net niet goed. Dus dat was jammer. Ja. Maar als ik al met al kijk met deze weersomstandigheden wat het vandaag was, hebben ze super goed gespeeld. Mm-hmm. Mooie pot. Voor de toeschouwers waren best wel wat toeschouwers ook gekomen. Ongeacht dat wij met het enige team speelden vandaag van de club. Zeer tevreden. Ja. Zeer tevreden. Goed, jullie staan vlak bij elkaar, hè? Want VVV staat maar slechts 3 punten van je vandaan. Dus op zich waren jullie ook al elkaar gewaagd. Maar het had ook een mooi sprongetje kunnen zijn in de stand voor jullie. Absoluut. Want volgende week of over 2 weken volgens mij krijgen jullie Upward nog. Ja, en die staat een stuk onder je. Dan denk ik altijd als sportmens van nou, dat moet een makkie zijn. Dat is niet altijd. Maar dat had extra punten op kunnen leveren. En dat kan nog steeds hoor. Maar de competitie nadert alweer zijn einde denk ik. Ja, absoluut. Nog 2 potjes Upward en daarna Boeli thuis. Mm-hmm. Upward, wat je ook zegt, die staan 11e dan. Maar die hebben nog 2 wedstrijden, 6 punten. Ze staan 5 punten achter op Weesp, volgens mij, als ik het goed zeg. Ja. Dus die moeten 2 potjes winnen. En ze krijgen wel wat zwaardere geschut voor dan Upward. Dus het is voor hun ook een hele belangrijke wedstrijd. Dus dat is niet even 1-2-3 een wedstrijd die we zo gewonnen hebben. Nee, ik kan me voorstellen. En als je nu kijkt richting het seizoen, of richting het einde van het seizoen, tot nu toe, hoe kijk je erop terug? Ben je daar tevreden mee? Ja, de doelstelling voor ons was dit seizoen was gewoon puur, je bent gepromoveerd vorig seizoen. Dan zeg ik van oké, komend seizoen handhaven en verder bouwen naar volgende seizoen. Nou, dat hebben we vorige week gedaan tegen Weesp, of 2 weken geleden tegen Weesp gedaan, die 3-1 uitwinst toen. Ja. En nu moet je doorbouwen naar volgend seizoen. En dan mogen we gaan kijken wat we willen en wat we kunnen met die groep. Ja, wat kun je de groep goed bij elkaar houden? Krijg je nieuwe aanwas? Gaan de mensen weg? Onze keepse die stopt, Sofie Oosterwegel. Die is inmiddels 34 en die vindt het mooi geweest. Die is eigenlijk toen het kampioensjaar van de dames, is zij eigenlijk weer stal gehaald. Omdat de keepste van dames 1 destijds wegging. Mm-hmm. Toen hebben ze haar gevraagd om weer te gaan keepen. En dat heeft ze toen voortreffelijk gedaan, kampioen geworden. Toen zei ze, maar dan wil ik dit jaar ook nog zorgen dat we erin blijven. En nu stopt ze ermee. En verder zijn er een paar speelsters die twijfelen. Eentje gaat naar Utrecht, studeert daar. Ja, gaat er wonen, weet ze nog niet zeker. Dus dat zijn er wat. Ik heb 3 meiden die waarschijnlijk gaan reizen. 1 in verband met werk. En de andere 2 echt gewoon reizen. Dus eens kijken wat we ermee kunnen doen. En hopelijk wat aanwas erbij voor versterkingen. Ja, want hoe is de aanwas ook vanuit de jeugd bij jullie? Er doen een aantal meiden mee. We hebben naast Sofie Oosterwegel nog een keeper, Lotte Drost. Dit is de keepster van meisje B1. Die keept al onze uitwedstrijden. Mm-hmm. Hopelijk gaat die gewoon door volgend jaar naar Dames 1. Als eerste keepster dan. Ja. We hebben Sarah Wolters. Die doet uit de B1 ook sinds de winststop eigenlijk bijna alle wedstrijden wel mee. Mm-hmm. Ik heb eentje gemist, maar voor de rest doet ze alles mee. Ja, dat gaat gigantisch goed. Die heeft een enorme stap gemaakt. En zo zijn er nog wel 2 die er tegenaan hangen. Dus er is best wel wat potentie in de club. Ja.
Nou, dat klinkt goed, hè? Want je bent natuurlijk gepromoveerd. Je blijft lekker spelen in deze klasse. En dat is juist ook fijn voor de talenten van de club om dan in te stromen. En kun je daar ook mooi in doorgroeien met de meer ervaren spelers om je heen. Ja, zeker weten. Dus als we gewoon de continuïteit kunnen waarborgen op de club, dan is dat voor de toekomst heel positief. Mm-hmm. Wat me helemaal ontschoten is trouwens, Wijnand, is jouw contract, is dat verlengd onlangs nog? Is nog niet verlengd, maar er zijn al wel, ik heb in ieder geval de voorzitter vandaag gesproken. En waarschijnlijk is dat, gaan we gewoon door. In ieder geval, ik wil graag doorgaan en de andere stafleden die we hebben, die willen ook graag door. Dus in principe gaan we gewoon volgend jaar door. Dus de laatste plooitjes moeten nog even gladgestreken worden? Zeker. Nou, dat gaat volgens mij helemaal goed komen, Wijnand. Raak vanuit. Leuk om je weer gesproken te hebben. En mooi dat de club goed bezig is. Helaas vandaag geen overwinning, maar op naar de 26e. Zeker. En dan hopelijk weer de 3 punten meenemen. En dat heeft toch zo mooi zijn. Zo is het. Fijne zondag. Hey, van hetzelfde. Hoi.